Een jaar onderhandelen werd woensdagavond in één keer van tafel geveegd. De Otterlowers willen geen asielzoekerscentrum voor 600 personen en de burgemeester geeft toe. Hoewel de burgemeester de avond van tevoren spannend vond, is hij de Otterlowers dankbaar voor de relatief ordelijke avond. Dan zegt men, ja, je bent gaan wijken voor een stuk protest vanuit de samenleving, maar ik sta hier als burgemeester die ook moet er zorgen dat mensen zich wel bevinden in deze gemeente. En voor mij was heel erg belangrijk het signaal, we willen nadrukkelijk meehelpen aan dit voor Nederland zo belangrijke vraagstuk, maar we willen het wel in de schaal die ons doorpast. De aanpak had moeten zijn dat hij in ieder geval de raad daarbij had betrokken, vertrouwelijk op zijn minst. Want wij hebben ook goede ideeën wat wel of niet zou kunnen. Dan was er niet gebeurd zoals nu een overval met één plek en eigenlijk een onmogelijke plek. Want dat blijkt nu wel heel Otterlo's tegen. En meteen gaat de burgemeester en het college om. Nou, het is eigenlijk onbeholpen en belachelijk wat er gebeurd is. Was u nog bang dat er sprake zou zijn van ordeverstoring? De kans bestaat natuurlijk altijd, maar zelf had ik wel het vertrouwen in dat we het met de lokale mensen eromheen het in orde konden blijven houden. Als je kijkt naar 2400 inwoners, 1500 in de kern, dan is 600 inderdaad veel te veel. Het toerisme wat we hebben, het college en ook onze wethouder die over toerisme en economie gaat, hebben er niet over nagedacht. Ze zeggen nu, ja, we hebben geen voorbeelden. Nee, maar eenvoudig een kind kan weten welke impact het heeft. En daarom heeft Otterlo terecht zo gereageerd. En ik vind het eigenlijk een blamage dat een dorp zo moet reageren. En ik bewonder ze zeer met zoveel inzet om dit van tafel te krijgen. Het is een blamage voor het bestuur. De locatie die was alleen geschikt voor 600. En dat is nu eigenlijk niet meer geschikt, geen geschikte locatie meer. Maar u zit niet te wachten op 6 keer 100 in de omgeving van Otterlo? Laat ik zeggen, laten we dan 6 keer 100 in gemeente Ede doen. Nou, we gaan er natuurlijk eerst in het college over praten. Dan wil ik ook graag praten met de raad hierover. Maar het is denk ik nog belangrijker. Nee, het is ook belangrijker voor die discussie dat we ook met de COA nadrukkelijk van gedachten gaan wisselen. Voor het acute geval van Otterlo moeten COA en de eigenaar maar eens kijken of er mogelijkheden zijn om met minder mensen in Otterlo tot een opvang van vluchtelingen te komen. En daarnaast moeten we denk ik gaan kijken of er in de gemeente Ede nog andere locaties zijn, zodat je het beter kan spreiden met opvangslocaties waar minder mensen als 600 worden opgevangen. Nu was er ook wel een opvallende dreiging van de enige supermarkt in Otterlo om, als het zou doorgaan, dat hij dan zou sluiten. Was dat nou echt serieus? Ja, ik denk dat dat bloedserieus is. Met name ook de ontwikkelingen van de laatste weken en maanden. Zit dat echtpaar in een zeer moeilijk gebeuren. En die kan dit er echt niet bij handelen. En ik weet zeker dat hij vervroegd opstapt. En dan hebben we geen supermarkt meer. Dat is een doodstuk voor een dorp.